Mijn allereerste stuk dat ik hier speelde, was de Zesde Maler. Ja. Ja. Het gevoel dat in me opkwam toen ik het voor het eerst moest doen, van jeetje, moet ik natuurlijk dat hakblok? Nou ja, dat is altijd een beetje het probleem. Ronald met zijn enorme hamer en zijn blok, wie wil dat blok in zijn buurt hebben? En niet alle podia zijn zo groot dat je hem echt kunt verbannen naar Siberië ongeveer. Dus, En op een zeker moment dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik ga dus echt vanaf nu die klap geven. Maar ik blijf ook helemaal bij mezelf. Op het moment dat hij de twee hamerslagen geeft, speel ik niet. Maar sommige dirigenten die willen er drie. Helemaal aan het eind is er nog een moment waarop sommige dirigenten ook nog een slag willen hebben. Wij kunnen even stiekem oren dicht houden, want het is onwaarschijnlijk wat het geluid, maar ook de trillingen op dat moment doet. Als een kabouter. Ja. Het is in de symfonie is het, ja, dus de dood. Erger kan gewoon niet. Dat is wel een moment hoor. Ja. Muzikaal, los van alle ellende die het dan moet verklanken, weet je wel, is dat helemaal te gek. En dat is ook de manier waarop ik het ervaar. We gaan gewoon weer lekkere malen spelen. En ik hak me er wel doorheen. Super.